van de taart. Koetje, woetje, woetje, woetje. Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze familie Pannenkoek. Ik had in de vorige aflevering gezegd dat ik een paar dagjes ging spelen, een paar Sim-dagen, en dat ik dan terug een video ging maken. Maar we zijn nog maar een dagje verder, want ik denk dat de laatste Sim-dag dat ik heb gespeeld maandag was. En we zijn vandaag dinsdag, omdat vandaag Anne Fleur, ja, die gaat een ouder worden. En dat wou ik dan toch precies wel op video vastleggen. Dus laten we dan eventjes een feestje vieren voor Anne Fleur, zodat ze ouder wordt. Maar vooraleer we dat gaan doen, er is pas een nieuwe update geweest. En in die update kunnen wij dus onze simmetjes voorkeuren en dingen die ze leuk vinden aanduiden en dingen die ze niet leuk vinden aanduiden. Dus laten we dat eventjes doen. We gaan daarvoor naar Kas gaan. Dus voilà, we zien hier Mia staan. En nu zie je hier dat vraagtekentje. Kies wat je leuk en niet leuk vindt. Dus gaan we eens even kijken wat dat is. Oeh. Dus er zijn drie categorieën. Kleur, muziek, genre en activiteit. Aha, hier kunnen we dus kiezen welke kleuren wij leuk vinden. Ik denk dat ze roze wel al heel erg leuk vindt. Oh, en hier staat dus een getalletje. We kunnen tot 20 dingen vooraf instellen. Maar nu heb ik ook gehoord dat je tijdens het spelen ook dingen kan verwerven. Dus bijvoorbeeld als ze aan het koken zijn, terwijl ze zich aan het vervelen zijn, dan krijg je een pop-up en dan zou je dus de keuze krijgen van, vindt jouw sim koken niet leuk? Ja of nee? Dus ik ga dus een paar dingetjes instellen, maar zeker niet te veel. Eens kijken, Mia, is er een kleur die jij niet leuk vindt? Ja, groen is niet leuk. Misschien moeten we van elk ding één leuk en één niet leuk aanduiden. Muziek. Waar zouden schrijvers graag naar horen? Oh, misschien focusmuziek of zo. Of klassieke muziek. Ja, we gaan haar naar klassieke muziek. Dat vindt ze wel leuk. Wat ze niet leuk vindt is metal. Dat is toch wel zo'n beetje tegenovergestelde. Ja. En dan hebben we ook nog activiteit. Ja, wat vindt ze leuk? Ze vindt schrijven leuk, hè? Tadaa! Wat zou ze dan niet leuk vinden? Skiën niet zo leuk. Laat ik dat eventjes voor alle mannetjes doen. Lola. Oké, Lola, daar moeten we wel een beetje harder over nadenken, hè. Want ze is de hoofdrolspeler in onze Legacy momenteel. Oké, ik denk dat ze groen wel een leuke kleur vindt, aangezien in al haar kleding wel groen voorkomt. Dus we kiezen voor groen. Wat ze niet leuk vindt is... Grijs vindt ze niet zo mooi. Muziekgenre. Hebben we zo kampvuurmuziek? Oké, we hebben dus geen kamp... muziek. Oké, dan gaan we voor de zomerparade. En wat we niet leuk vinden is elektronische muziek. Activiteit. Een pijporgel. Ik wist niet dat we dat hadden. Tanieren, dat vindt ze wel leuk. Vissen vindt ze ook heel leuk. Wat ze niet leuk vindt is DJ-muziek. Anne Fleur. Ze houdt heel erg van rood. En ze houdt niet van rozen. Dan... Ja, sorry. Sorry, hè. Ik ga hier wel eilandmuziek voor kiezen. En wat ze niet zo leuk vindt, is Americana-muziek. En dan activiteit. Oeh, ze houdt wel van koken. En ze houdt van de onderzoek en debat. Misschien, dat gaan we testen, of dan die vaardigheid sneller vooruit gaat. Zullen we toch level 10 halen daarin? En ze vindt mediaproductie niet zo leuk. Voilà. Ik kies maar iets. Ik kies maar iets. Brett. Brett die gaat nu van het strandleven genieten. Kleuren. Hij houdt wel van rood. En hij houdt van blauw. En hij vindt wit niet zo leuk. Muziekgenre. Zonderlinge tunes. Oh, hij gaat zelfs zingen. En hij vindt easy listening niet zo. Dat is niet zo zijn ding. En activiteit. Programmeren. Nee, we gaan handigheid kiezen. Fitness vindt hij ook wel leuk. En hij vindt bouwen niet zo leuk. Voilà. Dan hebben we dat al voor al onze mannetjes gedaan. Check. Dan kunnen we nu de verjaardag van Anne Fleur vieren. Laten we dat maar meteen gaan doen. Kunnen we er misschien wel een feestje van maken? Alhoewel, we hebben niet zo... Ah ja, wel, we hebben nu wel geld, want Anne Fleur is thuisgekomen. Heeft ze promotie gemaakt? Nee, ze heeft geen promotie gemaakt. Hoe ver zit ze eigenlijk? Ze gaat wel de goede kant op. Ik hoop dus dat ze haar werk nog kan verder zetten als ze ouder is. Ik hoop het echt, want ze heeft echt wel bijna het einde van haar carrière bereikt. Echt wel. En dan mag ze verdiend op pensioen gaan. We gaan toch wel een feestje maken. We gaan eens kijken. We gaan voor een etentje voor haar verjaardag. Met het doel-evenement Yes. Misschien moeten we Danilo ook uitnodigen. Nee, we gaan niet te veel mensen uitnodigen. En we gaan dat gewoon thuis doen.
Check. Oké, voornaamste doel, roep gasten om te komen eten, een tuinsalade maken, organisatoren met gasten gezellig laten doen en sims tegelijkertijd laten dansen. Goed, we gaan beginnen met een tuinsalade te maken. Dat mag Anne Fleur zelf doen. Diner serveren, zou dat hier tussen staan, een tuinsalade? Zoveel lekkere dingen en dan moeten wij een tuinsalade. Ah, hier staat er toch tussen, een tuinsalade. Oké, check. We hebben al direct brons voor ons etentje. Geweldig. Ik weet niet waarom, maar... Oké. Brett, die denkt er het zijne van. Die gaat een dutje doen op zijn bed. Oké, ga maar. Doe maar, Brett. Het is eigenlijk niet zo belangrijk. Het is maar uw vrouw die jarig is. No big deal. Lola, wat ben jij aan het doen? Oh, jij bent hier al met de gasten aan het praten. Oké, tof. Je hebt wel honger. Sebes, kan jij dan samen eten met de rest? Dan hebben we hier nog Mia. Mia die heeft ook gewoon honger. En dan Naomi. Die heeft er bang aan vernederd. Heb ik iets van je aan of zo? Waar is ze? Ze is toch maar daar. Er is gewoon niemand in de buurt. En dan hebben we nog Fietje. En Fietje heeft ook honger. En vooral honger. Waar is Fietje? Fietje staat daar. Laten we wat dansen. Kunnen we hier muziek opzetten of zo? Nee. Oh, nee. Brett heeft het op het moment nogal druk. Moet hij toch naar het werk gaan? Ja, ga maar naar werk. Brett, naar uw werk gaan. Ah, die gaat nu al vertrekken. Hoe zit dat eigenlijk met zijn werk? Plantien zet er vooruit en hij zit ook... Oeh, die zit echt wel. Dus ik denk als hij nu promotie maakt, dat hij zijn volledige ding gedaan heeft. Oh, wacht. Wij moeten wel de mensen aan het de tafel roepen. Ja, komen eten. Sims tegelijkertijd laten eten. 3 sims tegelijkertijd laten eten. Dat moet wel lukken, hè. Dat zou moeten lukken. Oh, we hebben al goud. Oké. Doel al bereikt. Check. Dat ging vlug. Dat ging echt wel heel vlug. En daarna dan gaan we de taart zetten. Hè? Waar gaan we die taart zetten? Er is gewoon geen plaats meer voor de taart. Zo, we gaan gewoon plaats maken. Oh nee, die pakt een stuk van de taart. Damn it. Wie is dat hier? Hier, dat is... hoe heet ze nu wel? Naomi. Goh. Oké, maar wacht. Ah nee, nu kunnen we misschien wel taart zetten. Oh. In de frigo. We gaan die terug openen. Hebben we nog taart? We hebben nog deze taart. Oh, oorlogs. Nee. Oh, die is slecht, denk ik. Is die slecht? Matig. Oké, snel kaarsjes op laten zetten. Oké, ze heeft kaarsjes toegevoegd. Dan mag Anne Fleur blazen. Doe maar eerst een wens. En dan mag je kaarsjes uitblazen. Wat zou ze wensen? Wat zou ze wensen? Wat denken jullie dat Anne Fleur gaat wensen? Laat het mij hier beneden weten. Happy birthday to you. In de wei staat een koe. En Anne Fleur is ouder geworden. Oeh. Hier is ze dan. Oeh, ze ziet er eigenlijk nog wel best goed uit voor haar leeftijd. Moet ik zeggen. Er zijn nog niet zo heel veel rimpels bijgekomen. Ik vind dat ze er heel goed uitziet als ouderen. Zo wil ik er ook wel uitzien. Ja, jij moet plassen. Voilà, dessert. We hebben dessert. Dessert bereiden. Nu ja, we hebben toch al goud behaald. Dus ik ga me nu van het feestje laten mensen nog maar wat rondlopen en doen. Maar we hebben niet zo heel veel nodig. Ik ga wat dingen in de koelkast zetten. Ik denk dat onze cateraar gewoon eten blijft maken. Geweldig, dat kunnen we dan wel opeten de komende dagen. Nu kunnen we natuurlijk wel gaan nadenken. Een beetje erg misschien van mij, maar we moeten manieren bedenken hoe dat we onze simmetjes gaan laten doodgaan. Want we krijgen punten als we de sims op 10 verschillende manieren laten doodgaan op onze kabel. En er is al 1 simmetje gewoon van ouderdom gestorven. Weet je nog, zo een tijdje terug tijdens een feestje? Er is gewoon iemand gestorven op een feestje! Ja. Ja, dus we moeten voor Anne Fleur een andere dood gaan verzinnen. Maar ik vind het een beetje gek om ja, haar dood te maken, zeg maar. En ik ben het ook niet van plan om het nu meteen al gaan te doen. Hè. Ik wil eerst dat haar carrière afgerond is. Dat ze van de debatvaardigheid toch level 10 heeft gehaald. Dus als jullie ideetjes hebben van, ja, zo kan je haar wel laten sterven, laat het mij vooral weten. Ik denk dat we haar ook wel een andere outfit kunnen gaan geven. Hè. Laten we haar even aanpassen. Oh, wow.
Goed, ik ga ze eventjes helemaal aanpassen. Ik ga haar ook andere haar geven en zo. En dan zie ik jullie zo terug. Oké, ik heb haar dus nieuwe outfits gegeven. Een klein beetje gekleed naar haar leeftijd, om het zo te zeggen. Dit zijn haar alledaagse outfits. Ik vond dat gele heel erg leuk. Ze ziet er ook nog best wel hip uit, moet ik zeggen. Alhoewel sommige kledingstukken... Dit is een kledingstuk dat ze meegenomen heeft van haar vorige leeftijd. Dat vond ik eigenlijk nog altijd wel passen bij haar. Dit is wat nieuwer. Dat ziet er meer een bomma look uit, vind ik zelf. En dit vond ik ook wel heel erg leuk bij haar staan. Dan om uit te gaan, of ja, formele outfit. Deze vond ik wel heel erg leuk. Sportief heb ik haar gewoon een ander t-shirtje gegeven. Want bij haar vorige leeftijd had ze zo'n topje. Dat vond ik nu eigenlijk niet echt zo erbij passen. Om te slapen hebben we dit dan gekozen. Ook een beetje meer bedekkend. Ik ga ervan uit dat als je ouder wordt, dat je dan meer en meer je gaat bedekken. Dat doe ik in ieder geval toch. Toen ik pak jonger was, liep ik er soms wat bloot erbij dan nu. Dan voor feest heb ik dit ensemble. Ik heb ook haar make-up hier en daar een beetje minder fel gedaan. Dan hier om te zwemmen. Oh, hier ben ik haar haar eigenlijk vergeten te doen. Want ik heb gewoon hetzelfde zwempakje laten behouden. Maar haar haar mocht wel veranderd worden. Dus voilà. Dan, als het warm weer is, vond ik dit wel een hele leuke outfit. En ja, bij koud weer, dat gebruiken we eigenlijk bijna nooit. Dit had ze al, dus ik ga ook dit gewoon laten behouden. Voilà, dan is ons Anne Fleur helemaal. Tada! Hè, Brett is terug thuis, hoe kan dat nu? Hoe kan Brett al terug thuis zijn? Die moet toch werken tot in de nacht? Kijk, tot 2 uur 's nachts. Dat vind ik uiterst verdacht. Kijk, nu is dat naar beneden gegaan. Maar jij mocht nog niet naar huis komen. Pret. Oké, ga hier dan maar eens kijken. Ja, spelen met... Hier, speel met... Wie zou het ook nog kunnen? Hier, speel met Liberty Lee een beetje. Voilà. Goed, we gaan de tafel dus een beetje opruimen. Hè? Want kijk hoeveel rommel... Ja, oké. Ik ga zo de tafel laten. In de vorige... Nee, de vorige afleveringen niet. Maar ik heb eventjes zelf verder gespeeld. Heeft Lola wel promotie gemaakt op haar werk. Dus ik denk dat dat nog wel redelijk snel vooruit gaat gaan. Omdat ze hier ook al niveau 5 van de tuinvaardigheid heeft bereikt. We zitten nu al op niveau 4 van haar werk. Dus dat gaat eigenlijk wel goed. We gaan haar misschien nog wat in haar tuintje laten werken. Wie staat hier voor onze deur? Caleb van... Hoe oud is hij eigenlijk ondertussen? Is hij nog altijd jong volwassen? Oeh, hij is nog altijd jong volwassen. Kom, Anne Fleur. Lola bedoel ik. Kom, dag zeggen. We gaan kennis maken met Caleb. Ik dacht dat hij ondertussen ook al wel een stukje ouder ging zijn, maar blijkbaar niet. Want Caleb is normaal gezien een vampier. En misschien lijkt het mij wel leuk om een vampier als vriendje te hebben. Ik weet het niet, hè? Ik weet het niet, hè? Dag Caleb. We gaan een beetje praten met hem. Voilà. Daar kan ze dan wel eventjes mee verder. Eens kijken. Anne Fleur, jij ziet er moe uit. Je moet nog wel budget voorstellen doen. Waar ben je? Jij bent hier. Oh, je bent aan het opruimen. Och, arme. Laten we jou eerst wat budget voorstellen beoordelen. Dus dat hebben we dan ook wel gezien, dat het dan niet verdwijnt, hun jobs, zeg maar. Dus dan kunnen we nog altijd ervoor gaan. Want ik wil daar echt wel het einde mee bereiken. Dan Lola. Lola is in ondertussen weg. Ah nee, die zit nu aan de andere kant van de tafel. Oh, het gaat precies wel goed met Caleb. Een beetje opfleuren. Oprecht compliment geven. Ik weet nog wel niet of we iets met Caleb gaan beginnen. Maar ja, ik denk dat het nog wel leuk zou zijn om een vampier in de familie te hebben. Dat is toch weer iets anders, hè? Dan hebben we hier Mia. Maar Mia, daar gingen we niet echt achter zitten, hè? Nee, dus die gaan we gewoon laten doen. Naomi is aan het slapen. En Fietje. Fietje is hier aan tafel aan het eten. Zij is ook moe. Oké, daar gaan we ons ook niks van aantrekken, denk ik, van Fietje. Of misschien die mixologie, dat we daar toch wel iets mee gaan doen. Etentje is voltooid. We hebben een gouden medaille. Yes, yes. Oké, ik ga eventjes verder spoelen tot we de volgende Simsdag zijn. Zo, en Lola gaat naar haar werk. We zijn dus ondertussen de volgende dag. Dag Lola, tot strakjes. Anne Fleur is ook al wakker, dus dan gaan we met haar nog eventjes voor haar werk die budgetvoorstellen doen.
En hopelijk heeft ze dat nog op tijd klaar. De rest is eigenlijk nog goed aan het slapen, behalve Naomi. Naomi, die is al wakker. En die is hier al lekker taart aan het eten. Of daar leek het toch op. Misschien moet jij eventjes voor onze hamster zorgen. Voilà. Hoe zit het eigenlijk met onze hamster? Oh, hij is tevreden. Alles is tevreden. Keigoed. En dan is Fietje ook wakker. Ja, ga jij maar plassen en eten. En dan kunnen die zelfs ook weer naar school gaan. Goedemorgen, Brett. Jij ziet er ongemakkelijk uit. Hoe komt het? Je moet pipi doen, je hebt honger en je stinkt. Ik zou me dan ook wel ongemakkelijk voelen. Wat gaan we met jou vandaag doen? Want jij moet natuurlijk niet meer gaan werken. Ah jawel, je moet wel nog gaan werken. Juist, jij moet nog wel gaan werken. Dus we gaan nog een beetje schaken oefenen, denk ik. En dan kan je straks gewoon gaan werken. En hopelijk gaat het dan wel terug vooruit, hè. Dat zou het nu wel zijn dat hij zo op het einde zo, hè, zo pieuw, achteruit gaat voor zijn werk. Niks ervan. Oké, iedereen is het huis uit. Behalve dan Anne Fleur. Die zit hier boven nog. Die moet om. Om welk uur moet jij vertrekken? Om 10 uur. Oh, dan hebben we nog wel eventjes tijd. En Brett is pas deze avond, hè. Moet hij... Nee, met dat moet hij eigenlijk niks meer doen met die raket. Hij moet een kleurtje krijgen, goud verdienen tijdens een kavafeest en een kokosnoot eten. Oogst een kokosnoot van een kokospalm of koop er één bij een strandkraampje. Klik op de kokosnoot en kies kokosnoot eten. Misschien moeten we als Anne Fleur weg is met Brett eventjes naar een openbare kavel gaan of zo en daar een kokosnoot bestellen. De stagiaire begeleiden. Er is een stagiaire aan Lola toegewezen om op te leiden en te begeleiden. Hoe moet ze omgaan met haar stagiaire? Een koffiedienst toewijzen of een lastige taak toewijzen? Doe maar een lastige taak. Lola probeert de stagiaire niet in het diepe te gooien, maar ze is gewoon nog niet zo ver. Lola brengt heel wat tijd met het trainen van de stagiaire door en de baas is onder de indruk van haar vaardigheden om de nieuwkomer te trainen. Oké, we hebben dus een kleine prestatiegroei. Keigoed. Want wat heb je eraan als je stagiaire alleen maar koffie laat halen? Daar leert hij niks van bij. Oké, Brett, we gaan jou een keer laten douchen, hè. Dat je zelfs fris en fruitig naar een openbare kavel kan gaan. Kijk, die kleine lieve hamster. Die zou we zo willen aaien. Woetie, 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 woetie. En Anne Fleur vertrekt ook naar haar werk. Dus we gaan met Brett op pad. De vrouw is uit huis, dus we kunnen gaan doen wat we willen. Maar shh, niet zeggen tegen Anne Fleur, hè. Dat mogen we niet verklappen, hè. Waar we naartoe gaan. Oké, Brett, kom. We zijn weg. We zijn weg. Oké, je bent nog met dat schaken bezig, maar maakt niet uit. Oeh, waarom staat hier de bar onvoltooid? Huh? Wat is er met mijn bar? Ik heb toch niks met die bar gedaan? Zet daar een uitroepteken bij. Maar waar hebben we zo'n kraampje? Hebben we hier een kraampje? Ik denk dat we hier ergens een kraampje hebben. Oké, we gaan gewoon naar de bar. Kijk, want hier is zo'n kraampje. Maar dat is niet open. Misschien dat die zelfs nog wel open gaat. Wat kunnen we hier doen voor de rest? Oh, kunnen we hier wat schelpjes? Strandjutten. Ja, ga maar wat schelpen zoeken. Want we hebben dringend wat schelpjes nodig voor onze verzameling. We hebben nog geen enkele schelp gevonden. Hoe lang spelen we al? We spelen al een half jaar of zo. Nee, een jaar. Een jaar, we zijn al een jaar bezig en we hebben nog geen enkele schelp gevonden. Ja, ik heb er ook wel nog niet echt zo mijn best voor gedaan. Weer niks, we vinden hier gewoon geen schelpen. Misschien moeten we naar hier dan komen of zo. Wacht, laten we hier nog maar ergens schelpen zoeken. Ik hoop dat ondertussen dat kraampje open gaat. En nee, hier is niks te zien op dat pleintje. Maar het kraampje ziet er mij heel erg dicht uit. Het gaat niet open volgens mij. Nu vraag ik me eigenlijk wel af wat er mist aan de bar. Kunnen we dat bouwen? Ja, we kunnen bouwen. Wat mist er? Vrijsten. Een bar? Hè? Er is gewoon een barkruk verdwenen. Hoe kan dat nu? Tadaa! Oh, we hebben een tepelhoren gevangen. Yay! We hebben dan toch iets. We hebben al iets. We gaan eens kijken naar onze verzamelingen. Die stelt echt nog niet veel voor. Oké, we hebben toch al 12 kikkers. 21 plus 5 planten. My Sims trofeeën. 5 metalen. 4 kristallen. 2 elementen. 1 ansichtkaart. Oh, heeft Hammy dat al gedaan? Oh, geweldig. Nog geen fossielen. Nog geen microscoopprins. We hebben wel 3 ruimteprins en we hebben 1 buitenaardswezen. Misschien moeten we dan met Brett nog wel eens een paar keer naar de ruimte vliegen of zo. We hebben 5 plus 1 vis. We hebben 6 insecten. Nog geen geoden, geen decoratieve eieren, geen foto's van experimenteel voedsel.
Nog geen leegte wezens. Leegte wezens. Nog geen suikerdoodskoppen. Ook nog geen stadsposters. Geen sneeuwbollen. Geen feestkrekkerknuffels. Geen toverboden. Geen veren. Geen oude Omiscaanse artefacten. Ja, we zijn daar ook nog niet geweest. Geen Omiscaanse schatten. En positiviteitsposters hebben we ook nog niet. Waar krijgen we die? Worden gegeven aan sims die de positiviteitsuitdaging voltooien. Wat is dat? Ken ik niet. We hebben wel al 2 van de 13 schelpen. We hebben geen verborgen schatten, geen magische artefacten, geen lichtzwaard onderdelen, geen Batu-dossiers, geen simis. Goh, we hebben nog heel veel te verzamelen. Oh, die gaat dat kraampje open doen. We gaan naar dat kraampje. Kom. We gaan dat open doen. Eten bestellen. Kokosnoot. Ik wil een kokosnoot. Er is geen kokosnoot. Er is geen kokosnoot. Ik wil een kokosnoot. Er is gewoon geen kokosnoot. Allee. Waar vinden we dan een kokosnoot? Ik dacht, dat is gemakkelijk. We gaan gewoon naar zo'n kraampje en we hebben een kokosnoot. Oh, wat is dit? Strandspullen kopen. Zouden ze daar een kokosnoot hebben? Is dat ook een kavel? Nee, daar kunnen we niks gaan doen. Oh, dat is wel jammer. Gaat hij daar nu mee praten? Die gaat daar eerst mee praten. We hebben wel een ananas. Een ananas? Kokosnoot. Yes, we hebben een kokosnoot. Gaan we die thuis opeten? Nee, we gaan die op het strand opeten. We gaan naar het strand om die op te eten. We gaan hier onze lekkere kokosnoot opeten. Oh, wij kunnen die ook planten. Oh, dan had ik er eigenlijk eentje extra moeten meegebracht. Maar kijk. Tadaa. Kokosnoot eten. We gaan ook een beetje zonnen, hè. We gaan in onze zwembroek. En dan gaan we hier zonnebaden. Maar we moeten dus een kleurtje krijgen. Hoe lang moeten we dan eigenlijk gaan zonnen? Oké, ik ben benieuwd hoe lang we hier gaan moeten liggen om een kleurtje te krijgen. Het is nu 12 uur 38. Hij wordt al gespannen. Lichte verbranding. Als Brett nog langer in de zon blijft, zal hij lelijk verbranden. Gaan we eventjes blijven liggen? Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het dan doet. Maar ik wil een kleurtje. Bloedheet. Oké, we gaan eruit gaan. We gaan stoppen. Kijk hoe rood hij ziet. Heeft dat wel een kleurtje? Hij telt dan niet mee. Heeft wel een kleurtje, ook al is het rood. Kom, stop maar. Verbrand. Oh, Brett is te lang in de zon geweest en nu ziet hij zo rood als een kreeft. Niet aanraken. Brett, stop ermee. Jij ziet er zo mooi uit. Hij lijkt net zo een duiveltje. Ja, een beetje pijn. Kom, we gaan naar huis. We gaan naar huis, want ondertussen is ook Lola thuisgekomen van haar werk. Oh, kijk. Magerheim, wat kom jij hier doen? Oh, die sterft. Rangi Paoa. Oh, we kunnen niet reizen als een sim stervende is. Oké, kijk, dat zijn hier allemaal ouderen gewoon hier staan. Alleen zij is nog jong volwassenen. Nani Kealoa. Kom, want we moeten naar huis. Kom. Allee, Magerheim. Haast je. Neem me mee. Hup, doe het mee in mijn potje. Tjaka. Ja, oké. Nu kunnen we naar huis. Goed, we zijn terug thuis en we hebben nog ongeveer een uur voor zijn schaken. Oké, kom, we gaan nog een uurtje schaken. Hopelijk heeft het dan gedaan vooraleer hij moet gaan werken. Voilà, spelen. Ik weet dat je het niet leuk vindt, omdat je zo rood bent. Kijk, die ziet echt zo rood als een kreeft. Tja, Lola, moet jij nog iets doen trouwens? Nee, iets oogstbaars oogsten. Ja. En wat moeten we nog doen? 10 onbekende planten oogsten. Kom, we gaan nog een beetje oogsten hier. Brett, jij mag zelfs naar je werk gaan. En Anne Fleur is ook thuis. Dus kijk hoe het met haar vooruitgang gaat. Oh, nog altijd niet, hè. Nog altijd geen promotie. Ja, eet jij maar eerst. En dan hebben we hier de andere. Ja, die gaan we gewoon aan hun lot een beetje overlaten. Ja, en Brett heeft het gehaald. Kijk, hoor, die kan dus zelfs gewoon gaan werken. En hopelijk blijft hij nu wel op zijn werk hangen, hè. En dan mag ze ook wieden. Nee, joggen. Jij niet. Alles wieden en alles oogsten. We zullen alles verkopen. Kees Scholten, ja, kom maar eventjes gezellig langs. Kom maar eventjes dag zeggen. Oké, waarom is iedereen verdrietig? Gedeelde somberheid. Omdat iemand anders somber is. Oh, garm. Hoe lief van haar om dat dan eigenlijk mee te delen. Brett, jij moet naar je werk. Op. Oh, ik hoop dat dat niet erg is. Hij moest om 18 uur al beginnen, het is om 19 uur. Nog altijd geen andere onbekende planten geoogst.
Stom. Dat gaat hier niet vooruit. Ik heb nog geen één van de vier gedaan. Gaat hier niet vooruit, want ik wil ook nog wel andere levensdoelen voltooien met haar. En dan heb ik voor Fietje toch maar een bar aangekocht, want we hebben ineens toch wel voldoende geld daarvoor. En eens kijken of we misschien toch haar levensdoel kunnen voltooien. Dus een bar bezitten en twee barkrukken bezitten, dus dat hebben we al. En nu moet ze nog 10 drankjes maken, dus ik ga haar af en toe wat drankjes laten maken. En wie weet kunnen we toch nog een levensdoel van een van de andere kinderen ook voltooien. Dat lijkt me ook wel heel erg tof. En dat is ook goed voor de punten. Vooral voor de punten. Kom, we gaan toch wat drankjes maken. Kijk, hier is zo'n dingetje over van wat ze leuk vinden en wat niet leuk vinden. Dus het begint. Niets gaat boven het gevoel van het nailen van een eindbaaslevel. Wat een zin. Telkens als Naomi gamet, is ze één met het universum. Kunnen we veronderstellen dat ze van computergames houdt? Ja, we gaan ja zeggen. Voilà. En dan komt dat dus bij haar dingen normaal gezien te staan. Dus, en Lola heeft een abalone-schelp gevonden. Oh, super. En kijk, ze gaat haar laatste drankje mixen. Fietje. En dan gaan we een nieuwe doelen krijgen voor het volgende level eigenlijk van haar levensdoelen. Eens kijken. Dit valt eigenlijk nog wel goed mee, dit levensdoelen. Hopelijk. Yay, mijlpaal bereikt. Nu moet ze niveau 4 bereiken van de mixologievaardigheid, volwassen worden en aan de culinaire carrière beginnen. Oké. Okay. Ofwel moet Fietje in huis blijven wonen. Dat kunnen we ook nog wel doen. Maar kijk, nu staat hier de bar vol met drankjes. Hier, neem maar iets om te drinken. Voilà. Zo, de meesten zijn aan het slapen in hun bedje. Maar Brittie gaat nog direct thuis komen. Daarom dat ik ook zo stil praat, want ik wil niemand wakker maken natuurlijk. Nee hoor. Maar Brittie gaat zo dadelijk thuis komen. Hopelijk gaat ze prestaties een beetje naar omhoog. Ik hoop dat echt. Ik hoop het echt. Ja, dat zou normaal gezien niet anders gaan kunnen. Hè. We hebben zo ons best gedaan. Tadaa, hij is thuis. Oh, het gaat eigenlijk niet vooruit. Wat een dag. Brett is weer thuis en hij heeft 3376 simoleons verdiend. Wat keiveel is. Keigoed, Brett. Dan gaan we hier onze aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie het alsnog wel een leuke aflevering vonden. Nu ga ik wel een paar sims zagen zonder jullie spelen. Gegarandeerd. Ik hoop dat er dan wel niet al te veel spannende dingen gaan gebeuren. Want je gaat zien dat net dan hele spannende dingen gaan gebeuren. Maar dan ga ik ze toch wel opnemen. Dus, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Anne Fleur, die is nu ouder. Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren eer ze gaat sterven. Maar ik wil eigenlijk haar zelf laten doodgaan. Omdat we al een natuurlijke dood op onze kavel hebben gehad. En ja, er zijn heel wat andere doodsoorzaken. Ja, zo kunnen we dat wel zeggen. Zeker waaraan je simmetjes dood kunnen gaan. Dus laat me weten als je zegt van dat is de ideale dood voor Anne Fleur. Laat mij dan hieronder in de reacties gerust weten. En dan over een tijdje. Ik ga nu niet direct de volgende aflevering doen. Want dat vind ik zo'n beetje sneu. Ik wil dat ze echt wel nog geniet van haar laatste dagen als oudere. We moeten trouwens ook nog haar carrière voltooien. En nog wat vaardigheden levelen naar level 10. Dus ja, daar kruipt nog wel een klein beetje tijd in. Maar goed, als je het leuk vond, geef dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet moest gedaan hebben. En dan zie ik jullie allemaal in de volgende aflevering. Bye!